Zo'n sociaal raadslieder geeft advies en informatie op heel breed gebied, maar eigenlijk altijd met betrekking tot wetten en regelgeving en op financieel gebied. Wij bieden ook hulp bij thuisadministratie aan. Dat is weer een andere dienst binnen Stichting Welzijnswerk. En daar doen vrijwilligers eigenlijk bij de mensen thuis ondersteuning bieden. Dus ze kunnen ondersteuning bieden bij het ordenen van de administratie, helpen bij budgetteren. Dus als mensen bijvoorbeeld niet kunnen rondkomen of er dreigen schulden te ontstaan, dan kunnen ze een beroep doen op hulp bij thuisadministratie. En dat is ook kosteloos. Ja, ik ben echt dit gaan opstarten eigenlijk omdat ik gewoon meer voor de ander wilde betekenen. En ja, binnen sociaal raadslieden kan dat ook. En ik hoor dat ook van mijn vrijwilligers. Die hebben gewoon heel veel voldoening bij hun werk. Dus ik doe het gelukkig niet alleen, want zonder de vrijwilligers zou het werk echt niet kunnen.